Samen met 250 studenten interview ik Arlon Grünberg. Vanavond in College Tour. De relatie die ik met mijn moeder had, die was zo belangrijk dat ik die niet had willen inwisselen voor een andere relatie. Ik ben ook eigenlijk boos op mijn moeder. Ik vind dat ze nog niet dood had moeten gaan. De dag dat zij stierf, toen ze in het ziekenhuis kwam, had ik me eigenlijk voorgenomen om tegen haar te zeggen: mama, als je doodgaat, dan hoef ik je nooit meer te zien. Dan is het uit tussen ons. Schrijver Arlon Grünberg. Vanavond in College Tour op NPO 3.